In verband met de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart brengt ATV u voor de rest van deze week een serie over vrouwen in de Surinaamse maatschappij. In deze eerste aflevering een gesprek met Anoushka Sonai, President Creative Tech Hub Caribbean. In 1910, tijdens de Internationale Vrouwenconferentie in Kopenhagen, stelde Clara Zetkin voor om 8 maart te vieren als Internationale Vrouwendag. Dit deed ze geïnspireerd door de roep van vrouwen in 1908 voor betere werkomstandigheden. De dag symboliseert de strijdbaarheid en solidariteit van vrouwen wereldwijd. Het doel van deze dag is om de aandacht te vestigen op de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen. Ook heeft deze dag tot doel om actie te stimuleren om de gelijkheid van vrouwen te bevorderen. Sonai zegt dat vrouwen steeds meer erkend worden voor hun competenties en vaardigheden. Er komt meer begrip voor een andere manier van leiderschap en ondernemen, omdat vrouwen nu nog meer meedoen in het arbeidsproces. Het is nu erg opvallend. Je ziet steeds meer ook in de top, steeds meer vrouwen. Wat een andere dimensie, een ander perspectief op tafel brengt. En dat is voor mij heel positief, het stemt positief. En nu we dan een beetje wat meer gelijkheid en met meer evenwaardigheid beginnen te krijgen tussen man en vrouw in de boardroom, maar ook gewoon in andere besluitvormingsposities, kunnen we ons gaan focussen op ervoor zorgen dat we allemaal de juiste competenties hebben, goed gekwalificeerd zijn en ons land kunnen ontwikkelen. Sonai haalt verder aan dat nu nog veel gefocust is op de man. Mannen moeten meer geïnteresseerd zijn in hoe vrouwen bepaalde zaken zien, zodat bij het uitstippelen van beleid vrouwen zich ook daarin terug kunnen vinden. Daarom ziet Sonai graag dat meer vrouwen in leiderschapsfuncties geplaatst worden. Verder geeft ze aan dat er betere randvoorwaarden gecreëerd moeten worden voor vrouwen om te functioneren binnen de maatschappij, vooral op de arbeidsmarkt. Dat vrouwen daarin veilig en vrij kunnen werken, want voor mij was het niet altijd veilig. Je wordt heel veel lastiggevallen door mannen. En dat zijn niet altijd alleen je directe collega's, het zijn vooral niet je directe collega's. Het zijn vooral de mensen in leiderschapsposities. En dat creëert een verschrikkelijke disbalans, want je moet nu tegen iemand die maatschappelijk sterker staat dan jou, omdat hij gewoon meer aanzien heeft, die gewoon hogerop is, moet je kunnen zeggen van nee, ik wil een puur zakelijke relatie, professioneel en niet een privé persoonlijke relatie. En daarin kan je een ego schaden en daarmee wordt jouw carrière dan weer beschadigd omdat hij meer invloed heeft. En ik denk dat daar meer begrip voor moet zijn, faciliteiten om je daartegen te kunnen verzetten op een manier dat het geen schade oplevert voor jou als vrouw. Sonai benadrukt dat de positie tussen man en vrouw niet gezien moet worden als een strijd. De focus moet volgens haar gericht zijn op hoe zaken samen ontwikkeld kunnen worden.